Klaar. En we kijken naar de prima start voor Joris van Gol. Kan Chris Kania zijn titel verdedigen? Wie gaat hier erin starten? Rafael Bouzou of Joris van Gol? Het wordt Rafael Bouzou, Nederlands kampioen 100 meter. Rafael Bouzou. Ja, 10.27. Kijk eens naar die tijd met een rugwind van 2 meter per seconde. Sneller dan ooit. En de seizoensranglijst aanvoerder Joris van Gol. Hij wordt tweede in 10.30, pakt het zilver. Hensley Paulina gaat er vandoor met het brons in 10.39. Prachtige tijden hier op het uitslagenbord. En mijn collega Niels Schoen is onderweg naar Rafael Bouzou.